Waar is Miley? Want Miley is sowieso is in één keer geteleporteerd naar de bank. Hier zo, kijk, what the fuck. Ze zit daar niet eens op de bank. Met een boek. Ik heb nog niet eens wat gezegd en ze zit daar al gewoon. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Sims 4 video. Mijn naam is Jeremy en vandaag gaan wij verder met het leven in de Sims 4. Voordat ik wil beginnen wil ik eventjes zeggen, dit ben ik. En als je de vorige aflevering nog niet hebt gezien, kijk dan vooral nog eventjes in de beschrijving. Daar staat de vorige aflevering van de Sims. Wij gaan verder met ons leven. Maar wacht, nee. Eigenlijk, dit is natuurlijk gewoon veel te saai. Eigenlijk moet ik gewoon nog eventjes een of andere room buddy eventjes fixen. Die samen met mij dit hele avontuur kan afleggen. Dus wat dacht ik nou? Ik ga eventjes mijn broertje halen en ik ga vragen welk persoon ik zou moeten maken in de Sims om als huismaatje te krijgen. En ik zat eraan te denken om de volgende aflevering ook nog één nieuwe room buddy aan dit huis toe te voegen. Dus weet jij nou een cool, tof, bekend persoon? Laat het dan achter hier beneden in de reacties en misschien maak ik hem volgende keer in de nieuwe Sims om als huismaatje te zijn van mij. Gewoon wat een eer om een huismaatje te zijn van mij. Poeh. Ja? Zit je haar goed? Nou, Ens, ik zat eraan te denken. Het is heel saai om eentje op de Sims. Dus ik dacht, aangezien ik niet had gevraagd in de vorige aflevering. Wie moet ik erbij maken in mijn huis om met mij samen te wonen? Het moet wel een bekend persoon zijn. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Oké, dat ga ik doen. Zoals jullie net hoorden, wij gaan maken in de Sims 4 als huismaatje Miley Cyrus. Hallo, ik heet Miley Cyrus. Perfect Miley Cyrus haar. Dit is gewoon 1 op 1. 10 out of 10 Miley Cyrus haar. Ik wil niet huilende Miley Cyrus fans hierna op mijn video zeuren dat ik niet goed Miley Cyrus heb nagemaakt. Ja, dit is... Ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik vind dit een goede Miley. Mooi. Mooi. Nou, ik vind het wel nice. Ah, die is ook mooi. Nachtkleding. Oh, gewoon helemaal niks. Dus Miley Cyrus is af, jongens. Waar is Miley? Want Miley is sowieso is in één keer geteleporteerd naar de bank. Hier zo, kijk, what the fuck. Ze zit daar niet eens op de bank. Met een boek. Ik heb nog niet eens wat gezegd en ze zit daar al gewoon. Ik denk dat ik mezelf eventjes ga voorstellen aan Miley Cyrus. Oh, we zijn al een beetje bevriend, zie ik. Terwijl we nog nooit wat tegen elkaar hebben gezegd. Yep. Aangezien de indeling van het huis echt super aids is, moeten we dit gewoon eventjes aanpassen. Oh, dit is zo scare. Dat gaan we wegdoen. Oh, dit is ook heel scare. Gaan we wegdoen. Deze hele tafel is scare. Ik leg dat boek wel even op het nachtkastje. Dus ik denk dat we hier dan de tafel neer gaan zetten. En dan zetten we daar omheen gewoon stoelen neer. Waarom zei ik dat zo vaak? We zijn helemaal set eigenlijk nu om te spelen. Yay! Ze zijn allemaal zo blij. Miley, ben je ook blij? Want je hebt allemaal eens muziekinstrumentjes gekregen. Yeah! Nou, ga jij maar eventjes gelijk dan op je viooltje spelen. Ga maar oefenen. Miley, please, don't do it. Oh, hier krijg ik stress van hoor. Miley, please. Alles staat aan. Miley is aan het viool spelen. Er staat muziek aan. Jeremy is aan het gillen. Oh, ik druk weer op de M. Ho, 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 ho. Wacht eens even. Er staat iemand aan de deur. Jeremy, doe open. Spierballen laten zien. Wow, ja, dat vond hij. Dat was impressive hoor. Nou, Erik, ik waarschuw je. Je wilt niet naar binnen, want Miley staat half naakt op de viool te spelen. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat je naar binnen... Wow, ik heb al vet veel vriendschap met hem. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb nu al een betere band met iemand die net random voor mijn deur staat dan met Miley. Die eigenlijk al een paar uurtjes met mij samenwoont. Erik, kom je nog binnen of ga je echt gewoon de hele tijd gewoon voor die deur blijven staan? Eindelijk. Wow, waarom gaan al die dingen zo snel? Waarschijnlijk hoef je gewoon maar één keer met iemand te praten en dan heb je al charisma level 1. Je hoeft maar één keer een spel op te starten en dan heb je gamer level 1. Je hoeft alleen nog maar een pan op het fornuis te zetten en je hebt al level 1 koken. En ik denk eigenlijk dat we Miley gewoon eventjes een baan moeten laten zoeken in een muzikale carrière. Normaal, als je de Sims deed, zeg maar de Sims 3, dan liep je naar binnen. En het eerste mensje dat langskwam, was een of ander klein kindje om je de krant te brengen. Nou, volgens mij zie ik hier nu nooit meer een krant langskomen. Je moet alles of je hier, kijk, je kan zelfs via je mobiel een baan zoeken. Carrière, takken, muzikant en komiek. Dus laten we deze maar doen. Dit klinkt ook echt weer gewoon voor geen hout. Je moet even wat meer gaan oefenen.
Ja, goed zo. Ja, nou, door nog even oefenen, Miley. De looks heb je al. Ik zal wel even afwassen. Ik zal wel weer de bordjes in de gootsteen pleuren. En dan vervolgens verdwijnen ze. Nou, je moet werken. Ga maar snel. Laat die afval staan, verdorie. Ga. Oh, de werkkleding. Zag je er draaien? En ze veranderde gewoon weer in een halfnaakt iemand. Fleur terug? Wat heb je gedaan? Sowieso heeft die Pjorno gekeken. Kijk aan de overkant van de straat, dikke gathering. Wow, Miley is terug van werken. Welkom, Miley. Ik kan hacken, hoppakee. Ze staat in ieder geval naar een heel mooi publiek daar zo te spelen. Ik vind, wacht, laten we het even vanuit haar perspectief bekijken. Zo, kijk, dit komt er ook uit haar gitaar. Mooi. Nou, nu Miley in bed springt, wil ik eigenlijk een beetje dit zo laten bij deze aflevering, jongens. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat een like achter en weet zeker dat jij de volgende keer terugkomt bij de volgende Sims aflevering. Waar jij mag laten weten wie ik in de volgende Sims aflevering als huisbuddy ga creëren. Dus weet zeker dat je eventjes gaat abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jou in de volgende video. Of altijd compilaties. Later. Thank you.